Wij zijn onderweg. Maar weet ik niet. Waar denk je dat we heen gaan? Ik weet het niet. Oké, noem een paar dingen op. Nee, ik weet het echt niet. Hè? Papa heeft het geregeld. Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen? Dat zien jullie zo. Welkom, avonturiers! Welkom! Over een paar minuten begint de grote reis naar de Pool. Maar voordat jullie aan boord gaan van dit hypermoderne voertuigje, vertelt mijn assistente Adelaat jullie hoe je ervoor kunt zorgen dat je ook weer veilig terugkomt. Kom dan hierheen, Celine. Oeh, ik schrok gewoon. Oh. Mooi, Jan. Ik ben echt groot. Zo gaan ze allemaal weg. Oh mijn god! Hij is wel groot. Ja. Hè?
Het is hier heel warm. Ja. Heel benauwd. Heel mijn camera. En ik zweet. Slaat mijn ook. Mijn neus zweet. Hè? En mijn neus zweet. Het is hier echt heel benauwd. Ja. Heel erg warm. Bam. 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 Kijk apen. Wij zijn weer in de auto. Ja. Joost is ik even. Ik ga nu rijden. Joost is even het kaartje betalen van de voorparkeer. Ja, dan ga ik even rechts. Dan ga ik naar. Toe rijden. Ik ga rechts naartoe rijden. Hoe vond je het nieuw? Heel erg leuk. Het is echt de leukste dierentuin die ik ken. Jij? Ik ook. Het enige wat jammer was, we zijn er een keertje eerder geweest en toen kon je in een soort van safari. Tochtje en dan ging je echt langs de dieren. Alleen omdat het nu zo koud was, waren al die dieren binnen. Nog iets? Ja, er was een nieuwe achtbaan, maar daar konden we nog niet in. Ja. Even kijken of papa komt hoor. Nee, hij komt nog niet. Ja, ik zie hem nog wel. Maar verder is dit echt een van de allerleukste dierentuinen. Ik vind het leuker als Blijdorp. Jij niet? Ik ook. Echt heel leuk. We gaan nu lekker wat eten. Ja. Dus we gaan even nu... Als Joost zo terugkomt, dan... Alleen wat ik het leukste vind bij Blijdorp is die ijsberen en dat speeltuin. Ja, maar hier was ook een hele grote speeltuin. Ik vind ze allebei wel leuk, die speeltuin. Maar ja, dit is gewoon heel ver weg van Rotterdam. Het is ongeveer 2,5 uur rijden. Maar het is wel echt